De ernstige misstanden bij NOS Sport en de misdragingen van boegbeelden Jack van Gelder en Tom Egbers maken niet op iedereen indruk. Zo vindt Johan Derksen het maar gezeur van de slachtoffers in kwestie, waaronder Aïcha Margadi. Wat zij als vervelend heeft ervaren, is dat ze het daar niet gered heeft op die redactie, sneert hij. Die Aïcha is een ontzettende aansteller, aldus Johan aan tafel bij Vandaag een site. Nou, dat is erg, zeg. Die klachten van haar vind ik heel ernstig, want ze kwam met broodjes en niemand wilde een broodje. Ze had een cake gebakken en niemand wilde cake, zegt hij. Ze vonden haar gewoon een slechte presentatie. De 74-jarige Johan vindt het allemaal onzin. Als je niets kan, dan word je een beetje het trutje van de redactie. Die is hevig gefrustreerd en blaast nu kleine dingetjes op. Ik vind het allemaal geneuzel en de Volkskrant heeft weer een storm in een glas water veroorzaakt, want tjonge jonge jonge, wat daar allemaal gebeurd is. Nou, deze uitspraken van Johan werden gisteren resoluut afgekeurd door RTL Boulevard. Het lastige en het erge is ook, het opvallende, wij begrijpen het allemaal, maar er zijn ook heel veel mensen die dit niet begrijpen. Hier een fragment van Johan Derksen gisteren in VI waarin hij zich uitlaat over Aïcha. Dit is dus ook een sentiment dat Rob Goossens vindt het ook kwalijk. Je hebt bijna 100 mensen die zich gemeld hebben en dan nog zijn er mensen als Johan Derksen die zoiets hebben van, ze was gewoon niet goed genoeg. Doet er niet toe, want de verhalen die zij vertelt over pesterijen waar ze tegenaan is gelopen zijn allemaal bevestigd door andere mensen op de redactie. Het is, bagatelliseren is hier niet op zijn plaats, vindt ook Bridget Maasland. Ze vindt het vooral kwalijk dat Aïcha's verzoek om Tom Egbers als mentor te krijgen werd afgewezen vanwege zijn reputatie op het gebied van Bridget, dan weet men dus intern wat er aan de hand is en dan wordt dus de hand boven het hoofd gehouden van een presentator. Tom zal dit weekend niet te zien zijn als presentator van Studio Sport, heeft hij